Dag allemaal. Gisteravond heeft minister-president Rutte opnieuw de maatregelen bekendgemaakt in onze strijd tegen het coronavirus. Ook voor de Hartenkampgroep betekent dit weer nieuwe maatregelen. Hoe moeilijk dat trouwens ook is. En ze gelden ook dit keer voor cliënten, voor familie, voor medewerkers, voor vrijwilligers, voor iedereen. We hebben deze maatregelen in een nieuwsbrief opgenomen. Deze nieuwsbrief wordt ook vandaag nog verspreid. En Marlijn en ik doen echt ontzettend het beroep op jullie om deze nieuwsbrief goed te lezen. De maatregelen echt in acht te nemen en je te houden aan de afspraken die belangrijk zijn voor ons. We hebben cliënten met besmettingen, we hebben woningen in quarantaine en we hebben medewerkers die ziek zijn. We hebben dus het heeft een enorme impact op onze organisatie. Dus wees alert, wees consequent, we staan er samen voor en het gaat nog zeker een tijdje duren. We wensen jullie heel veel sterkte en heel veel succes, iedereen voor wie dit geldt. We moeten er nog even mee doorgaan. Zet hem op.